En de Surinaamse gemeenschap moet bewuster worden van de risico's bij branden. Dit zegt voorlichter Ulrich Coats van het Korps Brandweer Suriname, KBS. Het korps heeft voor het jaar 2017 147 branden geregistreerd, waarbij 4 mensenlevens te betreuren vielen. Het beleid van het KBS zal daarom gericht zijn op de gemeenschap van meer informatie te voorzien. Coats zegt verder dat de burgers de brandweer vaak te laat bellen bij het uitbreken van een brand. Dus de procedure is dat u eerst moet melden en als u eventueel dus de risico's hebt ingeschat, proberen een poging te wagen als het gaat om het begin van brand. En wat er vaak genoeg gebeurt is dat men eerst probeert te blussen en als die poging mislukt, dan pas probeert men dus dan de brandweer te alarmeren. Maar u moet begrijpen dat de strijd tegen brand een strijd tegen de tijd is. En dan zijn er dan weer ettelijke minuten verloren. Dus nogmaals, eerst melden en dan eventueel proberen te blussen. Of melden en blussen. Dus het kan tegelijkertijd gebeuren als het meerdere mensen dan op zo'n moment daar aanwezig zijn. De brandweervoorlichter betreurt het dat vorig jaar 4 mensen het leven lieten. Om dit te voorkomen zal er strenge toezicht komen op woningen en bedrijfspanden. Deze moeten namelijk voorzien zijn van een vluchtplan. En we beginnen als advies te geven dit jaar dat elk huishouden moet voorzien zijn van een vluchtplan. En voor bedrijven is dat een ontruimingsplan. Zodat je al in het vroeg stadium dus de schade kan beperken. En ook de mensenlevens dus kan besparen als het moment daar mocht zijn. Okay. Hoeveel meldingen heeft u dit jaar gehad? We zijn in januari. Ja, we hebben al 11 meldingen gehad, sorry. En het is het vermelden waard om aan te geven dat van deze 11 meldingen bij 4 de brandweer dus naderhand niet hoefde op te treden. Omdat de mensen daar, dus in die omgeving, dus een stukje zelfredzaamheid hebben getoond. En met succes de brand tot een fase van het begin van brand te laten zijn. Ja, natuurlijk heeft men de procedure niet verlaten om eerst te melden en dan een poging te hebben gewacht. Ulrich Coats, voorlichter van het Korps Brandweer Suriname. Ook dit jaar zullen er bewustwordingscampagnes gehouden worden ter voorkoming van branden.